Op het Lindenplein in Brunsum vond zaterdag de Veteranendag plaats. De dag moest een bijdrage leveren aan de maatschappelijke waardering en erkenning voor ex-militairen. De dag begon met een plechtigheid waarbij burgemeester Wilma van der Rijt en gouverneur Emiel Rumers speeches gaven, maar ook kransen legden. Er werd een minuut stilte gehouden voor de militairen die hun leven gegeven hebben, maar ook voor de pas overleden koningin Elisabeth van het Verenigd Koninkrijk. De ceremonie werd gevolgd door een parade en een verbroederingsfeest waarbij militaire voertuigen te zien waren en bezoekers mee konden doen aan allerlei activiteiten.